Er heeft zich om omstreeks 2:30 een brand plaatsgevonden. Daarbij is de sprinkler geactiveerd. Die heeft de brand eigenlijk vrij snel geblust. Maar op basis van die brandmelding heeft het aanwezige beveiligingspersoneel het platform volledig ontruimd. Waar de brand is ontstaan, dat trof een kamer op de bovenste verdieping van het platform. De sprinkler die heeft behoorlijk natuurlijk wat water geloosd. Dat zal allemaal eerst opgeruimd moeten worden. Er is nog wel wat geuroverlast, maar mensen kunnen wel even naar binnen om hun spullen op te halen. Er ligt naast de borenhalers nog een opvangschip. Daar zullen zij denk ik nu voorlopig blijven. De overige delen van het platform is weer vrijgegeven. Daar zijn de bewoners inmiddels weer terug.